tafel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Til aan tafel. Straks natuurlijk met de kritische vrienden. Daar praten we over veiligheid en WhatsApp-groepen. Maar we starten met Michel Schouten. Welkom. Jij bent arts in het ziekenhuis, chirurg. Ja, ik ben traumachirurg met een specialisatie in handchirurgie. Ja. En we hebben het ook over bijen. Wat heeft een chirurg met bijen? Er is wel een gemeen grond in de zin van, ik heb altijd wel interesse in de natuur gehad en vooral in de complexe werking van hoe zaken in elkaar grijpen, hoe het circulair eigenlijk allemaal zit. En daar zijn doen bijen niet heel veel anders dan mensen. Sterker nog, we kunnen heel veel leren van hoe een bijenvolk in elkaar steekt. Mm-hmm. En de logistieke processen die daar mee gepaard gaan. Mm-hmm. Zien we bijvoorbeeld terug in de transportsector. Daar worden de wiskundige modellen die als basis dienen in een bijenvolk worden gebruikt in de transportsector. En daar worden hogere rendementen mee gehaald. Dus, ja, prachtig. Ja. In deze digitale wereld dat we leren van de dieren. Ja. Hè? Geweldig. Maar jij werkt in ziekenhuis Rivierenland. Klopt. Daar ligt ook een link. Daar is iets met een daktuin, heb ik begrepen. Ja, dat is het kleinste dingetje. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar bijenkasten op staan. Hè. Dat is waar je op doelt. Mm-hmm. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat is een beetje uit egocentrische motieven ontstaan. Want ik liep een aantal jaren geleden aan de buitenkant langs ons ziekenhuis. En we hebben een hele mooie laan, de Kennedylaan, waar ons ziekenhuis dan aan is gelegen. En aan die Kennedylaan, daar staan een heleboel lindenbomen. En ik liep daar, ik denk in juni of zo langs. En dat is een periode waarin bijen normaal gesproken wat minder aanbod aan stuifmeel en nectar hebben. Maar lindenbomen is een hele belangrijke drachtplant of drachtboom in een relatief drachtarme periode. Dus een periode waarin minder stuifmeel en nectar kan worden gehaald. Met name in juni. Mm-hmm. Okay. En ik keek omhoog, want als imker ga je altijd een beetje omhoog kijken naar wat er allemaal in de wereld te halen is voor de bijen. En ik dacht, verdorie, dat is toch prachtig dat we hier zoveel lindenbomen hebben staan. Ja, en ik dacht, hoe krijg ik mijn bijen daarin? Want ik woon in principe een kilometer of zes afstand van het ziekenhuis. Dus ik heb toen met de raad van bestuur overlegd en nou ja, dat heeft wat voet in de aarde gehad. Laten we zo zeggen, dat seizoen is het niet meer gelukt, maar om lang verhaal kort te maken. Maar het volgende seizoen heb ik dat wel mogen doen. En sindsdien, nu een jaar of vijf denk ik, hebben we dus bijen op het ziekenhuis staan. Die staan inderdaad op een daktuin die we ook nog bleken te hebben. Dat wist ik van tevoren eigenlijk ook niet. En dat is een heel prachtig dak wat helemaal belegd is met sedumsoorten en speciale constructie. Daar hebben we subsidie voor gehad in de Europese zin. En daar staan ze middenin. En het gebied rond het ziekenhuis is fantastisch. Dat is het hele jaar door eigenlijk. Vanaf februari tot diep in november is daar genoeg te halen voor de bijen. Inmiddels heb ik daar meer kasten ook stiekem een beetje aan de zijkant van het ziekenhuis gezet. De technische dienst is mij erg behulpzaam. Ja. Die heeft een mooie tafel gemaakt. Ja. Dus ik heb daar aardig wat kasten staan. Ik haal heel veel honing vandaan. Ja. Dus werk en hobby nou gecombineerd in het ziekenhuis eigenlijk, ja, hè? Stiekem. Ja, ja. Ja. Als de tijd het toelaat, dan sluip ik stiekem wel eens eventjes zo langs mijn kastjes op de begane grond. Ja. Mooi, ja. Prachtig. Dus ik begrijp in juni, waar wij allemaal denken, hè, wij kennen het bijenfenomeen natuurlijk niet zo goed als kijkers ook. En dan denk je in juni, daar zijn bloemen, bijen, voorjaar. Maar dat is dus niet zo, want dan hebben ze die lindenbomen nodig. Nou, in principe, als je een normale evenwichtige omgeving hebt, dan natuurlijk zijn er dan wel planten waar nectar kan worden gehaald. Met name stuifmeel, dat is belangrijk voor de voeding van de larfjes. Maar in ons Nederlandse biotoop, in onze Nederlandse omgeving, zijn er een aantal grote bloeiperiode waarin bijen heel veel nectar, heel veel stuifmeel kunnen halen. En
in onze Nederlandse omgeving, zoals wij tegenwoordig onze natuur hebben ingedeeld en dus heel veel bebouwde omgeving hebben. Daarin is zo pak een beetje van half mei tot eind juni is een relatief drachtarme periode aan de gang. En dat betekent dat de bijen zelfs dus, terwijl het hartstikke lekker weer is en de zon schijnt, relatief heel weinig voedsel kunnen halen. Als ze in een omgeving staan waarin bijvoorbeeld dus niet volop linde staat te bloeien. En dan kunnen ze dus zelfs in die periode kunnen ze, ja, stikken van de honger, omdat ze een vol nest hebben en heel weinig voedsel kunnen halen. Okay. Dus het is een hele belangrijke drachtplant in die periode. En wat is, dat kun jij misschien illustreren, wat is dan het effect van een bijenvolk wat honger heeft? Wat gebeurt er dan binnen zo'n bijenvolk? Uiteindelijk kunnen de larfjes kunnen dus geen voedsel meer krijgen. Dus ze kunnen hun broed niet op gang houden. En dat betekent dat ze hun broed... gebied in de kast kleiner moeten houden, kleiner moeten maken. Dat betekent dat ze minder larven produceren, minder bijen produceren. En dus uiteindelijk hou je een kleiner volk over. Hmm. En je kan zelfs versterf krijgen, dus je houdt je aantal werkbijen niet op gang, op aantal. En dat betekent dat je uiteindelijk je hele volk eigenlijk kleiner maakt. Ja. Iedereen begrijpt dat. Zoals elk beest in de natuur, iedereen streeft naar vermeerdering. En ook een bijenvolk streeft ernaar om zo groot mogelijk te zijn. Mm-hmm. Omdat je daarmee zoveel mogelijk, één, stuifmeel voor de nieuwe larfjes kan binnenhalen. En aan de andere kant nectar, wat honing wordt voor de winter. Dus als reservevoedsel binnen kan halen. Ja, heel mooi. En daar gebruik jij allerlei attributen bij. Je hebt het al meegenomen. Ja, ja. Kun je daar wat uitleg over geven? Het allerbelangrijkste in mijn geval is deze jas. Mm-hmm. Met een kap erop. Ik heb niet zulke hele vriendelijke volken. Er zijn mensen die zijn imkers die hebben volken die speciale stammen of speciale lijnen hebben. Die een stuk vriendelijker imkeren. Ik heb dat wel eens geprobeerd, maar binnen 1 of 2 jaar zijn ze eigenlijk altijd weer teruggekrijsd naar de Europese donkere bij. Uh-huh. En dat is een wat minder gezellig type. Doet het prima in ons klimaat en haalt prima nectar en dus honing. Maar verdedigt ook zijn nest als nodig is. En door de bank genomen heb je niet zo heel veel last van. Het is niet zo dat ze je spontaan aanvallen. Maar als je echt aan het imkeren bent, dan heb je deze echt wel nodig. Ja, precies. En dient ten gevolge ook handschoenen. Het zijn niet meer de meest nieuwe exemplaren. Ik moet weer nieuwe aanschaffen voor het aanstaande seizoen. Je ziet al, er staan kleine gaatjes in. En bijen, die weten als geen ander precies die gaatjes te vinden. Oké, ja. Dus ze steken er altijd net eventjes tussendoor. Zoals je ziet hier zo. Ja, precies. Ja. Maar dat zijn voor mij de belangrijkste attributen, althans om mezelf te beschermen. Mm-hmm. Om de raampjes. Ik heb hier een weliswaar... Ik schaam me eigenlijk een beetje voor de echte imkers om het te laten zien. Maar dit is een raam wat ik 2 weken geleden uit een kast heb moeten halen. Omdat die de storm niet hebben overleefd. Die zijn die kast is opengewaaid en kapotgewaaid in extreme omstandigheden. Mm-hmm. En je ziet hier, zie je het broed. Hè? Je ziet dat heel bruin zijn. En hieromheen zit dan normaaliter zit het reservevoedsel, zeker in de winter. En je ziet dat al die bijen, ik weet niet of dat op de camera zichtbaar is, maar je ziet dat al die bijen die op dat moment niet zozeer geschrokken zijn, maar in ieder geval honger hebben gehad. Als reflex gaan ze altijd op een prikkel, bijna altijd honing opzuigen. Okay. En dat is wat ze hier hebben gedaan. Vervolgens zijn ze in de storm eigenlijk overleden. En ze blijven dus met hun kontjes allemaal uit hun... Want er zitten echte bijen nog in. Ja. Uit de gaatjes zitten. Inmiddels zijn we 2 weken verder hier een klein beetje beschimmeld. Ja. Maar dit is wat er dus normaliter in de zomer zichtbaar is. Je hebt een bruine plek met broed. Daaromheen zit honing en stuifmeel. En ik laat dat raam zien om te laten zien dat ik daarvoor dit attribuut nodig heb. Dat is een beiteltje. Dat is het andere belangrijke ding wat ik echt als instrument nodig heb. En dan licht je die dingen licht je hiermee erop. Je kan ermee krabben en je kan ermee rommelen.
Mm-hmm. Voor zover je dat nodig hebt. Ja. Maar dat is ongeveer het, de dingen die ik nodig heb. Ja, oké. Okay. Ja. En dan heb je een aantal van die ramen in zo'n kast zitten? Ja. Want dan heb je één volk in een kast of is het per raam? Want, ja. Ja. Nee, een kast telt zeker het hoogseizoen eigenlijk altijd wel sowieso twee lagen met broed. En nou, dan varieert het een beetje hoe je imkert. Hoeveel dat erin zit per laag. Mm-hmm. Ik imker normaal gesproken met 8 of met 10 ramen per laag. Mm-hmm. En dan dus 2 lagen. En daarbovenop heb je vaak nog 1 of 2 honingkamers staan. Mm-hmm. En in een honingkamer zitten eigenlijk halve raten. En daar wil je eigenlijk liefst natuurlijk geen broed in. Nee. Dat zit dus ook schoon gebleven. Ja. Er zijn verschillende manieren voor. Maar in principe is dat een half raam broed wat gebruikt wordt voor honingramen. Dus dan heb je dus eigenlijk 2,5 laag met ramen, ja, keer 8 of keer 10. Mm-hmm. En je hebt mij al uitgelegd dat voor de uitzending hadden we even een gesprek. En toen zei jij, ja, het gaat eigenlijk met alle insecten slechter. Niet alleen de bijen en dat komt ook door het milieu zoals het nu gesteld is. Hoe is dat werkelijk? Wat is daar aan de hand op dit moment? Nou ja, het is natuurlijk al een 10 à 20 jaar durende zorg die steeds meer aandacht krijgt. En de laatste 10 jaar echt ook in de media. Het is begonnen met een zorgelijke ontwikkeling die wij de wintersterfte hebben genoemd, de bijsterfte in de winter. Mm-hmm. Dat is in principe wel een normaal verschijnsel, dat we ieder jaar wel een bepaald percentage bijenvolken verliezen. Dat is normaal. Mm-hmm. Echter, bij de introductie van bepaalde insecticiden, in mid jaren 90 was dat geloof ik, was er ineens een leek er een correlatie te bestaan tussen de introductie daar in dat gebied en de bijensterfte die op dat moment opliep. Okay. Nou, die dingen zijn aan elkaar gelinkt. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds niet 100% één op één duidelijk of die relatie er is. Mm-hmm. In ieder geval is het zo dat het in combinatie met een ziekte, een parasiet, de varroamijt, leidt tot hogere uitval. Hm. Nou, dat heeft een heel aantal jaren opvallend is dat aan de gang geweest. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste 2 jaar lijkt het weer een stukje beter te gaan. Misschien door dat gedeelte bijenvolken resistentie ontwikkeld. Hè. Dat wordt ook door de imkers natuurlijk gekweekt, gefokt. Mm-hmm. Maar het is wel een teken aan de wand. Wij zien het bij de bijen. Maar er zijn natuurlijk genoeg alarmerende berichten langzamerhand. De afgelopen jaar is er ook weer een bericht verschenen over een groot onderzoek in Duitsland, waarbij de diversiteit aan insecten en daarmee ook aan zangvogels schrikbarend is afgenomen. En ik ben het getal kwijt. Ik dacht dat zelfs 50% of iets ergens besloeg. Zo, ja. Dus dat is, die bijen zijn maar één ding en die baren ons zorgen. Maar het is niks anders dan één van de insecten die het heel slecht doen. Ja, dus dat is heel zorgelijk. Ja. Het is heel zorgelijk, alleen het is een hele stille ramp die zich lijkt te voltrekken. Ja. Want de gemiddelde mens die zal zich misschien minder zorgen maken, omdat hij wat minder vliegjes in zijn oog krijgt. Ja, precies. Maar goed, wat is de oplossing? Heel veel imkers erbij? Of wat is het idee daarachter? Nee, meer imkers helpt niet. Nee. Je kan wel meer bijenvolken neerzetten, maar als je de oorzaak voor de teloorgang of teruggang niet wegneemt, ja, dan heeft het weinig zin om meer volken op een bepaald aantal vierkante kilometers neer te zetten. Mm-hmm. Belangrijk is dat wij onze omgeving op een andere manier gaan beheren. De akkerbouw en de intensieve veeteelt is op het ogenblik, dat is eigenlijk wel de grote boosdoener in het buitengebied. Om een voorbeeld te noemen, ik woon buiten, in het buitengebied. Ik heb daar 1 volk staan, dat kan ik. Ja, ternauwernood in de zomer krijg ik daar wat honing vanaf.
Terwijl die kasten die ik op het ziekenhuis heb staan, waar ik het net over had, die staan in een redelijk bewoond gebied. Met een park hier en een tuintje daar. En die leveren uiteindelijk veel meer op, omdat daar veel meer te halen is. Waar het om draait is dat wij onze landbouw en onze veeteelt zo geïntensiveerd hebben, dat er geen diversiteit meer bestaat in het gemiddelde weiland, op de gemiddelde akker. Dat wordt vanaf februari, ze zijn nu alweer bezig met mest uitrijden, tot eind november wordt dat platgetreden en wordt dat bebouwd met monocultuur, het liefst mais, want dan kun je zoveel mogelijk mest op gooien als je wil. Ja. En ja, daar leeft dus niks. Ik heb wel eens in een weiland gestaan, midden in de zomer, en dat was eeuwig groen, er groeit geen paardenbloem meer. Nee. Kijk maar eens goed om je heen, niemand valt het op, maar als je goed naar die weilanden kijkt, 30 jaar, 40 jaar geleden, waren die geel in het voorjaar. Dat zie je tegenwoordig niet meer, het wordt allemaal weggespoten. En ik heb wel eens in zo'n weiland gestaan, midden in de zomer, en toen heb ik in die vierkante meter om mijn voeten heen gekeken wat daar nou werkelijk rondkroop, los van mijn voeten. En daar gebeurt niks. Nou, dat is natuurlijk niet normaal voor een vierkante meter grond. Nee. Althans, als je dat in de normale natuur zou bekijken. Ja. En dat is een schrikbarend gegeven. Goh, geweldige uitleg. En heel veel succes met alle bijenvolken. Ja, tot je dienst. Stil aan tafel. En dan is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden. Welkom, Carolien en Jan. Hey. En we hebben het over de WhatsApp-groepen. Beveiliging op straat, in de buurten. Wat vind je daarvan? Daar heb jij wel wat over te vertellen, Jan, toch? Nou, ik heb er wel wat over te vertellen, want onlangs heb ik daar een stukje over geschreven in de krant. En ik heb me daar heel erg over verbaasd. Ik had altijd het idee, WhatsApp-groepen, dat is een groep inwoners die bellen bij onraad de politie. En daar gaat de politie erop af. Maar wat er in Neder-Betuwe aan de hand is dat daar op dit moment een WhatsApp-groep is. Vanuit ondernemers, 50 ondernemers die zich georganiseerd hebben in een groep. Zeer strak georganiseerd, met een voertuig, met daarin camera's. Mensen die zich bezighouden met ICT, coördinatie en een aanhoudingsteam. En op het moment dat daar gewoon een melding binnenkomt, meteen kijken van wie gaat erop af en hoeveel, met hoeveel moet je erop af. En dan ook uiteindelijk proberen de boef aan te houden. Zo. Maar is zo'n aanhoudingsteam, hè? Zitten daar dan ook politiemensen bij of zijn dat puur burgers? Nee, dit zijn burgers. Die hebben volgen momenteel wel, heb ik begrepen, een training. Om te kijken van hoe leg ik de boef zo goed mogelijk neer? Of ga ik gewoon verbaal met ze in gesprek? Mm-hmm. Om te zorgen dat ze zeggen van ik geef dit maar op. Ja. Maar die hebben daar verder geen opleiding voor. En hier werd in het begin binnen Neder-Betuwe behoorlijk sceptisch tegen aangekeken. Terecht, denk ik. Onder andere door de korpscommandant van Politie de Waarde. Maar ook door onze burgemeester. Die hebben toen een bezoek gebracht aan Barneveld. Waar in Kootwijkerbroek een groep actief is op dezelfde manier. Maar die gaan zelfs nog een stapje verder. Die hebben 3 helikopters ter beschikking. Echt waarmee, waar? Ja, dat is dus. Die worden ook ingezet. En dat is ook de wens van de groep in Neder-Betuwe om ook uiteindelijk over een helikopter te kunnen beschikken. Vind je dat niet te ver gaan? Ik vind dat wel een beetje te ver gaan, moet ik zeggen. Nou ja, ik vind dat zolang ze opereren binnen de wet, vind ik dat prima. Dat burgers hun verantwoordelijkheid nemen. Maar je zit natuurlijk wel op een vrij dun koord. Waar aan de ene kant je het hebt over een WhatsApp-groep, aan de andere kant over een knokploeg. Maar wie bepaalt waar ze naartoe gaan dan? Dat bepalen ze zelf. Dus daar wordt gebeld, er wordt melding gemaakt. Vervolgens komt de groep in actie, die gaat er naartoe. Dus als de eerste die de melding binnenkrijgt, die bepaalt ook van hoe ernstig is het en met hoeveel mensen moet je daar naartoe. De politie wordt dan ook meteen wel ingeschakeld. Maar natuurlijk, dat wel. Dat wordt wel gedaan. Dus er wordt meteen ook de politie. Maar in de meeste gevallen is die ploeg er eerder bij als de politie. Maar je loopt dus ook het risico dat er bij wijze van spreken iemand tussen zit die sensatie zoekt. En die denkt, ik ga eens vertellen dat of appen dat er iets aan de hand is ergens om opstootjes te veroorzaken. Dit kan gebeuren en het is natuurlijk ook voorgekomen dat er mensen gewoon ten onrechte worden aangehouden. Er was een voorbeeld van een chauffeur die nachtdienst heeft, die op weg was naar zijn vrachtauto met zijn brommetje. En die wordt dan gesignaleerd als een verdacht persoon. Hup, een aantal van die geblindeerde auto's erop af. En deze man wordt klemgereden, die schrikt zich helemaal te pletten.
Dus ja. Dat is natuurlijk de andere kant van de maar zaak. Maar wat ik ook een spannende lijn vind, is dat je betaalt belasting. Daar hebben we de politie voor. Mm-hmm. De overheid moet zorgen voor onze veiligheid. En nu is er een groep die zelfs helikopters heeft, volgens jouw verhaal. Wie betaalt dat? Wie zit er daarachter? Dat betalen ze zelf. Het is een groep ondernemers, tenminste in de Neder-Betuwe. Ja. 50 mensen, waarvan het minimaal 30 ondernemers zijn. Waarbij heel regelmatig inbraken waren op industrieterreinen. Ze hebben gezegd, wij zijn het gewoon zat. Dus ze hebben zichzelf georganiseerd binnen zo'n WhatsApp-groep. Maar ze kunnen toch ook gewoon de politie bellen? Ik vind een WhatsApp-groep op zich wel goed, hè? Mm-hmm. Als je een soort van, laat ik maar zeggen, bewaking uitvoert, hè? Dus door zelf surveilleren in de wijk bijvoorbeeld. Ja, en dan als je houden. Wat ziet, de politie bellen. Want ik zelf ben ik een beetje huiverig dat het zometeen een beetje eigen rechten spelen wordt. Nou ja, dat risico ligt natuurlijk op de loer. Hè? Dat was natuurlijk ook eigenlijk de zorg van zowel de burgemeester als van de politiecommandant. Die hebben toen ook gewoon inlichtingen ingewonnen in Barneveld. Gezegd van er is gewoon gekeken van hoe gaan jullie nou om met die groep. Mm-hmm. Daar is ook binnen deze groep zijn er afspraken over gemaakt. Mm-hmm. En nou, je hebt een punt als je zegt van oké, dit is niet altijd helemaal af te timmeren of dat goed gaat. Want nou ja, het voorbeeld van die vrachtwagenchauffeur is natuurlijk iets wat niet moet kunnen. Maar bij meerdere gemeentes is het natuurlijk zo dat er WhatsApp-groepen gestimuleerd worden. Maar daar zijn ook gewoon echt regels voor. Dus was daar de gemeente Neder-Betuwe niet op voorbereid? Of was dit spontaan ontstaan en werd er niets gevraagd? Nou, er waren ook al andere WhatsApp-groepen actief in wijken. Maar soms verwoorden dat soort WhatsApp-groepen als een soort praatclubjes. Waar gewoon met elkaar doorgeven van de kanarie is dood of noem het maar op. Mm-hmm. Gewoon van non-nieuws. Dus dat wordt dan een soort vervuiling. Ja. Met deze groep dus niet. Die gaan dus heel gericht ondernemen die actie. Met alle risico's van die. Hoor. Maar blijkbaar hebben ze ook veel geld verloren al. Want dan steken ze niet zoveel geld in. Dus er wordt ook heel veel ingebroken in die regio. Dat was dus een reden. Daar is gewoon veel ingebroken. En nou, men doet zelfs zo op bepaalde plekken waar dus gewoon veel inbraken zijn. Hangt men zelf camera's op. Die worden ook gewoon door de mensen zelf bekeken. Ja, maar dan zit je dus ook weer met de privacywet volgens mij. Want volgens mij mag je niet zomaar overal camera's ophangen. Nou, je hebt een punt. Dus dat is zo. Dat is ook een punt van discussie is tussen de groep en tussen de politie. Dus die hebben dus wat dat betreft wel met elkaar regelmatig hebben ze contact. Maar het is niet te vermijden dat ze soms misschien. Ja. Want zij zoeken die grenzen op. Hè, van wat wel en wat niet kan. En ik ben zelf ik ben er een voorstander van dat mensen gewoon ook meedenken en meedoen om hun buurt veiliger te maken. Of dat zover moet gaan als dat deze groep doet, nou, daar denk ik met gemengde gevoelens over. Ja, ik denk van niet. Omdat het ook een verkeerde kant op gegaan is. Dus dat betekent ook dat je dus daar wat heel goed met elkaar moet afwerken. Mm-hmm. Maar omdat ze een goed contact hebben met politie en met de burgemeester, die dus gaat over openbare orde en veiligheid, ja, denk ik dat het een goed middel kan zijn dat de boef zegt van nou, ik sla Neder-Betuwe over. En als er nou wel iets voorvalt, hè, wie is er dan uiteindelijk eindverantwoordelijk? De politie en de burgemeester, als de man die gaat over openbare orde en veiligheid, is verantwoordelijk. Maar als die club zelf een strafbaar feit pleegt, zijn zij verantwoordelijk voor hetgene wat ze doen. Ze zijn net zo strafbaar als iedere normale burger. Nee, want er is natuurlijk ook een soort schijnveiligheid. Want de groep werkt dus met kogelvrije vesten. Hè, dus, maar dat zei de burgemeester heel terecht van nou, snelweg criminelen, die komen op een gegeven moment komen ze binnen en die laten zich niet door een kogelvrij vest afhouden en ze schieten er maar zo een overhoop. Dus dat risico zit er ook nog een keer in. Ja, maar snelweg is toch geen veiligheid in je buurt? Nee, maar de snelweg loopt natuurlijk wel gewoon. Nee, de Betuwe wordt doorsneden door de A50. En dat is gewoon een snelweg crimineel die dat is een snelweg crimineel die gewoon even zijn kans pakt en in een dorp zijn slag slaat. Ja. En dat gebeurt gewoon heel veel, te veel. Nou, het is wel een heel moeilijk onderwerp om over te discussiëren. Ik denk dat ze veel naar crime-series kijken. Ik snap het wel dat het gebeurt. Ik stond er zelfs van te kijken. En ik vind het wel een interessante ontwikkeling. Ik ben ook maar verbaasd. Maar heel goed in de gaten houden dat je die grenzen met elkaar vasthoudt. Nou, dat zeker. Goede regels. Ik ben wel bang dat er heel snel overheen gegaan moet zeggen. Nou, we blijven alert en we blijven het volgen. Dit was weer Tiel aan tafel. Tot de volgende week.